3 maanden geleden ben ik uitgenodigd om de gast te zijn bij de Cook & Vrils Show. Dat was spannend, want ik heb naar het schijnt een mediavete met James Cook. Wat is een mediavete? Een mediavete is als de media zegt dat je een veet hebt, maar hij staat er zo wat bij van... Dat is traditie. Wij houden het voor bekeken. James verscheen ten tonele in 2017 en ik heb een goed kwartiertje aan James gewijd toen. Daar is van alles ontstaan. Mijn slechte imitatie van James is daar ontstaan, met de handjes en de kont naar achter en de seksuele innuendo's en de oh my god. Da. Want toen deed hij voornamelijk aan kokhalzen en homoseksuele innuendo's maken. Je weet wel, oh my god, iets in mijn poep. Ik heb hem de nieuwe hond van Gert Verhulst genoemd. Ik heb hem de grumpy cat van de Vlaamse BV-wereld genoemd, namelijk een huisdier met een beperking. Kwartierke. Klein kwartierke. En op die show is een traditie ontstaan, namelijk HLN haalt een stukje uit de show en zegt dan Xander de Rijke beledigt, Xander de Rijke haalt uit, Xander de Rijke heeft boel. Meestal, vaak, niet. Maar dat is al traditie sinds James. Het jaar ervoor was het eigenlijk Niels de Stadsbader. James was een goed onderwerp. Ik heb ook een keer ruzie gehad met een overlevend slachtoffer van de bende van Nijvel. Ja, als je mijn carrière probeert samen te puzzelen aan de hand van HLN, ik ben mentaal gestoord. Hè. Je weet niet wie dat ik ben of wat dat ik doe eigenlijk. De realiteit, natuurlijk, is... Ik haat niemand. Ik wil geen ruzie met mensen. Ik wil wel met iedereen kunnen lachen. Want ik kan hier misschien mensen mee teleurstellen, maar de onderwerpen van deze show zijn onderhevig aan een paar regels. Het is eigenlijk heel simpel. Maak de gebucht... Dan krijg je een klets. Maakt iets goed, dan krijg je een pluim in je gat. Oh my god, iets in mijn gat. Zie je? Super simpel. Super simpel, super simpel. Onze vriend James Cook is daar ook onderhevig aan. Het eerste jaar eet hij een klets gehad. Het jaar erop heb ik gelachen over de hetsen met James Cook. Het jaar daarop heb ik niks over James gezegd, want hij had geen nieuw programma. Het jaar daarop heb ik hem een compliment gegeven, want hij had een programma gemaakt, Leef. Een docureeks met terminale mensen. En dat was oprecht goed gedaan. En als het goed is, zeg ik het ook. Mijn eerste gedachte was ook, och arme, hebben die mensen nog niet genoeg afgezien. Maar snapte wat ik wil zeggen? Dus tot zover, mijn ruzie met James valt echt goed mee. Ben ik bevriend met James Cook? Nee, dat doe ik weer niet. Ik ga wel eerlijk zijn, sinds een jaar geleden is hij aan mijn telefoonnummer geraakt. En ik zit nu in een soort van rare, passief-agressieve sextingrelatie met James Cook. Ja, we zitten nog net niet aan witte sokken eigenlijk. Het is... Ja, weet je wat dat gebeurde? Dat begint met een complimentje. Op een dag kreeg ik een sms van James Cook op WhatsApp. Hey Xander, ik heb net je boek gelezen. Chapeau, goed gedaan. En ik was echt een beetje geraakt van... Oh, wauw. Ik kan lezen. En sindsdien stuurt hij mij eigenlijk zo om de half jaar een belediging. Maar vind je dat vrij grappig? Ik heb dat veel liever. Dat is echt waar. Like vorige kerst kreeg ik een bericht van James Cook dat hij aan het koffie aan het drinken was uit de mok van Vanavond Live. Met erboven een koffie of wat te kotst. En dacht... Verdomme! In mijn mok. Super grappig. Vind ik grappig. Ja, ik heb dat veel liever in mannetjes. Ik heb veel liever dat je terugvecht tegen mij en mij terugpakt als een, het is een comedian met moppen, dan dat je zo wat kwaad en bitsig doet en we spreken elkaar eigenlijk nooit. Foto eronder wilde niet zien, het is ik bloot met witte sokken aan. Ik zeg gewoon... Ja, ik ben heel simpel hoor. Maar om u te zeggen, ça va. Tussen mij en James, geen dikke vrienden, ook geen aardsvijanden. Dus als dat telefoontje komt, Xander, wil je te gast zijn bij de Cook & Vrils, zeg ik, ja natuurlijk, met plezier. Komt jij promo maken voor de Lotto Arena? Ik zeg ja, en ik ga dat doen met een glimlach op mijn gezicht. En ik ga beleefd blijven, want ik kan ook alleen maar dingen verliezen die avond. Je snapt dat toch ook? Dat ik dan niet moet binnenkomen in een zaal met 400 James Cook-fans en James Cook, en dan ben je roepen tegen die mensen. Hij weet niet wat goed is, dat in de biel. Dat slaat nergens op. Ik ga geen kaart verkopen die avond. Ik moet een beetje commercieel denken. Dus ik ga naar Studio 100. En ik voel al meteen dat ik dat niet thuis hoor. Xander de Rijke bij Studio 100 is raar. Er was een spanning in de lucht. Ik heb echt Boomba zien wegvluchten op de parking met zijn circus.
De redactie liep een beetje gespan. Als in, wat gaat er allemaal gebeuren vanavond? Die twee in één ruimte. Het kan alle kanten uitgaan. Terwijl ik al lang beslist had, kan ik niks doen. En James ook al beslist, kan ik niks doen. Maar die redactie liep wel zo wat. Xander, zeg James Cook. En ze sluiten op in een kleedkamer met een gastje van de redactie. Ik zeg gastje, hij was tussen de 14 en de 34. Dat was dan zo de Sam Horis van de redactie naar mij gestuurd. Super geïntimideerd dat manneke daar naast mij op een stoel. Ik zeg, wat is het? En hij zegt tegen mij, Xander, welkom bij de show. Zijt je bekend met de Koek en Vruls show? Ik zeg, ja. Ik ben bekend met de Koek en Vruls show. Zegt hij, wat vinden van de Koek en Vruls show? Ik zeg, daar hebben we geen tijd voor. Zegt hij, ja, maar je mag eerlijk zijn hoor. Ik zeg, ja. Als ik één ding moet kiezen, te veel volk aan een tafel. Ik heb dat niet graag in talkshows. Ik heb dat altijd al 5 jaar geschreeuwd. Veel te veel volk aan een tafel. Een debat is met veel mensen, een gesprek is met twee. Je moet altijd veel te veel. Ik kan dat niet aan dat je zo een host ziet praten met een politicus over serieuze dingen, maar aan de hoek zit er ook zo wel een lokale slagerzanger die een plaat komt promoten en halverwege zegt hij, wel, mijn mening, nee, hij moet je muil houden. Kom, het is gedaan. Ik kan dat niet aan. En die avond, bij Koek en Verhulst, ben ik tweede gast. Dus dat wil zeggen, twee presentatoren, James en Gert. De bijzitter, fucking bijzitters altijd. De bijzitter die avond is Jelle Kleijmans. En de eerste gast is Bart Kael. Dus tegen dat aan mij is, zijn we al met 5. 5 man aan een tafel, waarvan de helft dat ik net schijn boel mee heb. En de andere helft die weet wie dat ik ben. Dat is geen talkshow, dat is kerstavond. En hij zegt tegen mij, ja, maar hier werkt dat. Ik zeg, maar geloof u, hier werkt dat. Ik werk mee. Xander heeft er zin in. En dan gaan we met mij door heel de show. En Gert gaat afvragen en James gaat afvragen. En net voor de pauze, Xander, gaan we ons richten tot Bart Kael. Want Bart is bekend met uw werk. En ik zit daar en ik denk, hij kan mij nu een keer veel wijs maken. Maar hij gaat me niet toe geloven dat een 60 jaar oude showbiz-homo die getrouwd is met een 70 jaar oude showbiz-homo, s'avonds in de zetel een flesje rosé opentrekken en zeggen, gaan we nog een keer kijken naar Xander de Rijk op streams? Nee. Ik ga u nog meer zeggen. Voor de show ben ik Bart Kael 3 keer tegengekomen op de hang en heeft los door mij gekeken. Een 3e keer heeft hij gevraagd aan mij om zijn kostuum te strijken. Bart Kael weet niet wie Xander de Rijk is. Maar ik zwijg en ik zeg, Ja, hè, want Bart is bekend met uw werk. Dan gaan we naar u kijken, Xander. En aan u vragen, wat is uw favoriete nummer van Bart Kael? En ik zit daar en ik zeg, geen. Zegt hij, hoe geen? Hoe kan dat? Ik zeg, 33 en hetero, zo kan dat. Zegt hij, maar je kent toch een nummer van Bart Kael? Ik zeg, kennen is iets anders. Kende Marie-Louise, dat schijnt als op en neer. Zegt hij, ja, dat is goed. Ik zeg, waarom is dat goed? En wel, we gaan dat vragen aan u. En hij zegt dan, Bart Kael, favoriete nummer is Marie-Louise. En dan krijgen allemaal handheld microfoons. En dan zingen allemaal tezamen de Marie-Louise. Ik zeg, waarom dat? Zegt hij, ja, anders zit Bart Kael daar al een kwartier. Ik zeg, dat hij naar huis gaat als je hem verveelt. Het is aan mij. Ik zeg, beter idee. Counteroffer. Hij is toch zo'n grote fan van Xander de Rijken. Waarom brengt Bart Kael niet zijn favoriete stuk van Xander de Rijken? Die gast wordt lijkbleek. We kunnen Bart Kael toch geen comedy laten doen? Ik zeg, ik Xander de Rijken ook niet doen zingen. Wat voor een zever is dat? Allee, ik zit hier nu al 2,5 op mij te kijken. Hoeveel van jullie hebben al gedacht, wat een prachtige zangstem moet die man hebben? En die avond zit ik aan tafel met mensen die kunnen zingen. Jelle Kleijmans, Gert Verhulst, James Cook, Bart Kael. En ik zit er ook tussendoor. Marie-Louise, gaat op en neer. Ik zei, nee, ik ga niet zingen. Gast, hele paniek. Redactie gaat kwaad zijn. Ik zei, rustig. Ik zei, rustig. Idee. Zeg niet dat ik mee moet zingen. Zeg gewoon, ik richt het naar het publiek. We gaan allemaal de Marie-Louise zingen. Ik zal ik zo wat ongemakkelijk meewiebelen. Alsof dat ik daar eigenlijk niet thuis hoor. Zo wat.
Zegt hij, ja, het is goed, het is goed. Dat gaat grappig zijn. Ik zeg, betwijfel het, we gaan het toch doen. En hij gaat naar buiten en hij komt terug. En hij zegt, het is toch allemaal goed, hè, tussen u en James? Zijn gast Ben hier. Hoeveel tekenen aan de wand moeten we nog hebben? Wat denk je dat mijn plan nu nog is? Opduiken halverwege de uitzending met een afgevijlde tandenborstel achter James. Eindelijk dicht genoeg geraakt. Zeg nee, alles is goed tussen mij en James. En hij gaat terug naar buiten. En ik kom weer terug. En hoe zit het tussen nu en Jelle Kleijmans? Moet ik al beginnen nadenken wat ik ook over Jelle Kleijmans gezegd heb. Ik zeg, ja, ik heb vorig jaar zijn nieuw liedje met Jonas van Geel, Tijgers, creepy genoemd. Op Twitter. Creepy nummer. Het is een creepy nummer. Zoek het op naar de show, leg het op in de auto. Als je het 40 minuten aan het aanschuiven zet om van de parking te geraken. Tijgers, topnummer. Creepy nummer. Creepy fucking nummer. Hij zingt dat hij in een struik zat te kijken hoe een vrouw er aan het omkleden is in haar slaapkamer en ter vrijen is, hoog tijd dat je mij geeft wat je mij beloofd hebt. Ja, dat is een liedje uit het boek van Bart de Pauwer, dat, hè? HLN heeft dat opgepikt. Heeft ervan gemaakt, Xander Rijke haalt uit naar Jelle Kleijmans. Jelle Kleijmans heeft erop gereageerd op Twitter en heeft naar mij gezegd, ik wist niet dat comedians zo teergevoelige zieltjes waren. En ik dacht in mijn eigen, nee, ik ben niet gechoqueerd. Ik zeg gewoon, creepy nummer. Maar het boeit niet, je zei Jelle Kleijmans, hij mag zingen wat hij wilt. Dat boeit die mensen niet. Voor mijn part zingde hij Spring, spring de groepsorgie in. Zolang dat catchy is, zit je sportpaleis vol, zijn kameraad. Dus ik zeg tegen die gast, nee, ik heb geen probleem met Jelle Kleijmans. Waarop dat hij zegt, ah, oei, want Jelle Kleijmans heeft wel een probleem met u. Dacht, wel, ik heb er zin in. En de show is begonnen. En ik sta in de coulissen mijn beurt af te wachten. En iedereen echt mensen aan het dansen, aan het zingen. Het is van Sweet Caroline. James staat op de tafel te dansen met zijn kruisend gezicht van Bart KL. Gert Verhulst is slechte Anouna de Wever moppen aan het maken. En de eerste gast van de avond is Bart KL. Want die heeft het grootste nieuws. Groter dan mijn Lotto Arena. Bart KL heeft een nieuwe videoclip uit. En dat is wat hij doet in 1997. Is de nieuwe videoclip uitbrengen. En die is slim, die denkt, ja, maar ja, als alle 400.000 kijkers ze biedt naar YouTube gaan, heb ik een gigantisch succes. Hebben ze dat gedaan? Zeker wel. Absoluut een aanrader trouwens, zomerlief. Het is eigenlijk gewoon 3,5 minuten Bart KL die schreeuwerig in een park aan het roepen is tegen iemand die aan het filmen is met een Motorola. Het geeft eigenlijk het ultieme antwoord op de vraag waar als je met je auto 's nachts stopt op een parking langs de snelweg en je flikkert met je lampen in een struik. Dat is wat je ziet. Dan blaast en je klimt er weer een boom in. Gewoon zo. En dan zeggen ze, dames en heren, onze volgende gast is 15 jaar bezig met stand-up comedy en viert dat op 27 november in de Lotto Arena. Mag ik een daverend applaus voor Xander de Rijke. En ik kom opgewandeld, ik heb mijn kostuum aan, hoor. En mijn glazen water en een halve glimlach, want ik heb er zin in. En ik passeer James, ik geef hem een schouderklop. Ben hier de beste vriend aller tijden. En ik zet mij neer aan tafel en Gertje zegt, en Xander, blij om hier te zijn. Super blij om hier te zijn, Gertje. En Gertje zegt, en, is alles nu goed tussen u en James? Ik zeg, alles is goed, zegt Gertje. Water onder de brug. We hebben zelfs een WhatsApp-groep. Witte kousen. Waarop dat Gertje zegt, laten we toch een keer kijken naar een fragment uit uw show over James. En 400 James Cook-fans, die geen idee hebben wie Xander de Rijk is, worden blootgesteld aan 30 seconden ongefilterd te houden voor bekeken. En je kunt veel zeggen over die show, hè. Je kunt zeggen dat je het niet goed vindt. Je kunt zeggen dat je een meug niet is. Je kunt niet akkoord gaan met mijn mening. Daar heb je allemaal recht op. Maar ik kan je wel zeggen, ik kan je altijd bijstaan als je zegt, het is niet voor iedereen. Want het is niet voor iedereen.
En je kunt niet zomaar een stukje laten zien om iemand te overtuigen. Want ik weet dat dit een raar beestje is, ook wel gekend als mentaal gestoorde comedy. Dat is, die mensen, die 400 mensen, worden blootgesteld aan 30 seconden uit context gerukt geschreeuw van mij. En dan is dat raar, hoor. Als jij comedy beloofd wordt, maar je krijgt een soort van dolgedrooide, semi-homofobe weerman op LSD. Die staat te roepen achter een bak tegen een keynote. En daar, die noemen van tv. Geen context, geen verhaal, geen rode draad. Gewoon 30 seconden geschreeuw over James Cook. Ik zit naar mijn eigen te kijken op dat moment, op het scherm. En achter dat scherm zit er een meisje naar mij te kijken met 's werelds grootste koeienogen. Die zit daar met een t-shirt van FC De Kampioen aan. En die heeft net Satan ontdekt. Die heeft net de grond zien openscheuren en mij er met een drietandje uitkomen. Superfan van Xander de Rijke, Bart Kael, ontdekt op dat moment ook voor de eerste keer wie Xander de Rijke is. En we kunnen zeggen, hij was geen fan. Die mens had dat nog nooit gezien. Bart Kael had na 30 seconden een bloedhekel aan mij. Bart Kael was zo klaar met mij, ik kreeg weer mimiek. Dat weten dat ergens, hè. Want die gast heeft al zoveel botox in zijn bakjes gestoken dat hij er permanent uitziet als een verraste ananas. Hij werd zelfs een beetje bleker. Wat in zijn geval nog altijd een gezonde ultraviolet oranje is. Die 30 seconden zijn gedaan en het volledige publiek van de Koek en Vril Show ontvangt mij met een warme, spontane... Oh! Dat is mijn favoriete geluid naar gelach. En ik kan dat niet redden. Ik krijg dat niet uitgelegd, wat dat die 30 seconden waren. Voor die mensen, dat, ik zit daar en ik ben een pot gehakkel. Hè. In context? Ik moet eigenlijk zeggen, heel... En Gertje onderbreekt mij en richt zich naar de linkerkant en hij zegt... Zeg, Jelle Kleimans. Je hebt ook al een keer een voorval gehad met Xander de Rijke. Waarop dat ik die avond voor de eerste keer naar mijn rechterkant durf kijken. En ik kijk in de ogen van Jelle Kleimans. En die zat duidelijk ook al even te kouwen op iets. En ik grijp in. Ik denk, ik ga die lont hier kort houden. Want ik ga nu niet heel de avond mijn humor zitten verdedigen tegen mensen die het nooit gezien hebben en het ook nooit gaan snappen. Dus ik zeg meteen, oh ja, ik heb zijn liedje nooit een keer creepy genoemd. Maar ja, dat is een creepy liedje, Jelle. Heet jij dat ook wel? Fuck, een creepy liedje. En dan onderbreek ik me en zeg, nee, heb mijn vrouw onvriendelijk genoemd. En ik ga in mijn hoofd en ik denk, dat is een woord dat ik nu niet rap ga gebruiken op het podium. Maar dat is een grove beschuldiging. Dus ik zeg tegen hem, betwijfel het. En hij zo, jawel, ik heb het opgezocht voor de show. Heb mijn vrouw onvriendelijk genoemd. En op dat moment denk ik in mijn hoofd van, ik ga niet blijven bekvechten met die gast. Hij zal wel gelijk hebben, heeft ook het mysterie van de zonnetempel opgelost. Dus ik zeg, ja, toen heb ik je vrouw onvriendelijk genoemd. Hè. Van, kom, het is goed, afrond. En dan gaan nog 6 minuten door. Over hoe artiesten onder elkaar en vrije meningsuiting. Weet je wat het beste van allemaal is? Ik heb achteraf na de show gegoogeld. Ik heb hem nooit vrouwenvriendelijk genoemd. Fucking Tintin heeft verlogen tegen mij. Dat er stikt is aan een bobby. Het gesprek wordt een beetje zuurig. En Gertje en James voelen dat ook. Die zitten er allebei met een blik van, fuck, Evert is aan het flippen. Ja, je weet dat ergens als Gert Verhulst begint op te letten, hè. Meestal zweeft hij zo wat door het leven, die mens.
En zeker sinds dat zijn oogleden gerepareerd zijn, weet hij eigenlijk niet meer of hij wakker is. Of... Gert Verhulst ziet eruit als iemand die Gert Verhulst heeft vermoord en nu zijn gezicht als een masker draagt. En die pakt dat gesprek daar weg en die kijkt weer naar de andere kant van de tafel en zegt: en Bart Kuil, wat vind jij van de comedy van Xander de Dijk? En die Bart Kuil begint daar te zagen over vroeger. Dat. Die HLN-bullshit. Kent hem wel. Vroeger was alles toch beter. Dat. Vroeger. Vroeger was alles. Dat. Toon Hermans. Wim T. Schippers. Dat was tenminste humor. Die bullshit. En geen zever. Midden in zijn gezag heb ik geprobeerd met een kop op de tafel te slaan in de hoop dat ik een schedelbreuk had en dat de show afgelopen was. En hij ademt en hij pauzeert en ik zeg: ja, jong, vroeger, allez, bedoel, 2021, hè, alles verschilt, alles vertakt, muziek, humor, smaken en geuren en kleuren. En hij zegt: ja, maar nee, humor moet niet de kosten van een ander zijn. Ik zeg: bullshit. Humor is altijd de kosten van iets. Altijd. Gaston Bergmans die zit dat ook altijd op het einde van zijn leven. Als ze hem interviewden en ze zeiden tegen hem: wat vinden van de huidige generatie comedians? Philip Geubels al, ik zeg nu. En hij zei altijd: ik vind dat plat en vulgair. Het is altijd de kosten van een ander. Dat ik denk van: echt Gaston, wat heb je nooit verkleed in een cliché homo? Of in een marginaal? Of als een kind? Dat is niet de kosten van iets. Bullshit. Je bent een comedian. Je maakt moppen de kosten van iets. Van jezelf, van een ander, van je lief, van je kat, van je frituur. Van tv-programma's en bv's. Wat u definieert, is hoe goed dat die mop is. De kwaliteit ervan. En Bart Kuil bijt zich dubbel vast en zegt: ja, en toch, Toon Hermans had dat niet nodig. Waarop ik antwoord: ja, en nu is hij dood. Sfeer is goed op dat moment. Maar James is een professional en die voelt dat ze in een talkshow of the rails gaat. Dus die zegt: en Xander, wat is uw favoriete nummer van Bart Kuil? En ik zit daar: oh ja, de Marie-Louise zingen. Allemaal Marie-Louise. Op dat moment zit de redactie van de Koek en Verhulst show al heel de tijd backstage mee te volgen van: what the fuck is hier allemaal aan het gebeuren? Het eerste kwartier is gewoon gezaagd tegen een komiek die zijn eigen moet verdedigen voor zijn eigen mop. Dus die grijpen in en die knippen een stukje weg. Die knippen Bart Kuil weg. En het grappige is, als je dat herbekijkt of je hebt dat live gezien, voel je dat. Je voelt dat er iets veranderd is in de atmosfeer. En vooral, je ziet het aan mijn muil. Want ik kan mijn mimiek niet wegsteken als ik kwaad ben op iemand. En je ziet zo dat er een knipje gebeurd is na Jelle Kleijmans. Omdat ik daar dan nog zo wat zit van... Of verdekken ze. De Nevert, is dat scherp, hoor. Recht naar Xander. Wat is uw favoriete nummer van Bart Kuil? Wel!